Love Metro on that beat. Love for that, they don't like to see you win. And they wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Yo, Vaka Pips. Dit is Machado Maestro, a.k.a. Side Most Real van Café Maestro. Voor gezelligheid, voor lekker drinken, goede muziek zijn jullie hier altijd welkom. Hier moeten jullie daarvoor zijn. Café Maestro, eerste zweringsplaats nummer 13. Onthoud, place to be. Hi, welkom in de plug. Ik ben Peter Boelen en ben 30 jaar geleden begonnen met deze winkel. Een heleboel bekende mensen zijn er inmiddels geweest. Ik heb Joe Walsh van de Eagles, ik heb Joe Bonamassa. David is in het verleden wel eens, geloof ik. Wie? David Hongstel. Oasis is hier geweest. Ja, een heleboel mensen. Dus ja, hier langs. Altijd goede deals, prachtige gitaren. Heel veel hands, dus mooie prijzen. En alles erop en eraan. Goedemiddag, we zijn hier bij Federica Rijnstraat 11 te Amsterdam. Voor de gezelligheid, feesten, partijen, lekker eten, moet je bij de Vera zijn. Als je een feestje wilt organiseren voor een bedrijfsfeest, voor bijvoorbeeld met zangers, alles is mogelijk. Neem contact met de Vera. Schrijven van alles boeken. Het ene verhaal heet Het Vergeten Rattennest en het andere De Wallen Oorlogszone. Het ene verhaal gaat over een slagersdokter die dus in het verzet terechtkomt en het andere verhaal gaat over de ratten die zijn royal at all time, nergens mee zit in wat betreft het vermoorden van nazi's. En als je meer wil weten, www.samsonspin.nl. Alle dames zijn van harte welkom in onze salon Beauty bij Zera. Wij zijn gevestigd in Eerste Oosterparkstraat, nummer 170, Amsterdam-Oost. Wij hebben voordelige prijzen voor onze klanten. Wij zijn gespecialiseerd in haarstyling, visagie, gezichtsbehandelingen, waxen, permanente make-up en wimperextensions. U kunt ons ook volgen op onze Facebook en Instagram, Beauty by Zera. Tot ziens! De stem van de straat. Iedereen moet dat worden. Onze kijkers, een tipje van de sluier, want wij hebben natuurlijk al maanden, Lucas zeg maar een van de secondanten, trainen wij hier elke dag, zeg maar wel soms 10 keer per week, trainen wij hier zeg maar in het geheim, commando training, ook met onze street soldiers, om ons voor te bereiden als Poetin en de Russen komen. Deze omgeving vertelt u het echt niet verder, moet strikt geheim blijven. Hier in het bossen doen we natuurlijk ook survival, overlevings, guerrilla oefeningen. Luke is hier niet de little man van de streets, de street reporter, maar hier heeft hij de functie van maarschalk. Hij is een van onze maarschalken. En grote functie, kijk, wij zijn voorbereid als Poetin komen.
Wij geloven Rutte natuurlijk, die liegt nooit. Die waarschuwt ons elke dag voor Poetin. En wij laten onze vrouwen niet door de Russen verkrachten. Wij zijn er klaar voor, of niet? Of mishandelen. Of mishandelen, doen ze dat ook? Echt wel? Dat zegt Rutte. Die zit gek uit vier, ze zit uit de kamer. Kameren dan? Ja. Power to the white people! Power to the black people! En power to the little people! En stem op de stem van de straatpartij die een einde gaat maken aan de rat in pak corruptie en zich als enige echt verzet tegen Poetin en de Russen. Ik moest steeds klaar, ik zag weg, maar niet die groot. Dus we hebben vandaag een bijzondere gast, die is een oude gabber van mij, een Hollander, die ken ik ook al 20 jaar. Die komt hier al, bij Bosman, ik denk wel ook 40 jaar. Hij komt hier, ja ik ook trouwens, ik als kind. Ja, ik ook. Ja, weet je wat we te vertellen over Bosman? Ja, een paar jaar geleden was het AT5 op het programma over het ontstaan van de Bosch hier ook. Ja. En er waren mensen in 1932, die kwamen met een fiets, met een fietsplaatje, met een gaatje erin. Klopt. Want die wilde dat gat hier moeten graven met de hand. Daar hebben ze die berg van gemaakt. Klopt. Hebben ze hier de gat de dingen zo gemaakt. Ja, dat waren zogenaamde steuntrekkers, hè? Steuntrekkers, ja. Kregen de knaak in de week. En die man, die ik moet even herhalen wat hij zei over de Bosch. Ze konden allemaal de pestpools weg. Die heb hier nog gewerkt. Die heb hier gewerkt, ja. Stop, even wachten. Tot het weer is. Poetin hier vliegt over. Die man zat er nooit een stap in Amsterdam. Dus dat was iemand die hier gewerkt had, nog in 32. Er was een paar jaar geleden daar op AT5, een van de televisiezenders was het. Die, even jongens, even stil, ja. 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 In ieder geval, die had het erover dus dat Amsterdamse bos, kwam hier nooit meer. Geen nagaan, die had toch een trauma van het Amsterdamse bos. Want die kruid heeft daar een kruidwagen daar, als symboliek. Voor die mensen die de gettergraaf hebben hier. Maar die moesten dat gedwongen doen, hè? Ja, voor de vanavond, knaak in de week. Maar weet jij nog, ik heb een beetje gelezen erover, dat ze in de rij moesten staan elke dag bij de Manningstraat. Ja, bij de Manningstraat, ja. Ja, dat was algemeen bekend, ja, toch? Ja. Voor het knaak, die elke dag een stempel halen. Ja, en een fietsplaatje met een gaatje. Fietsplaatje, ja, precies, ja. Heb jij dat nog gezien? Nee? Ja, ik heb het niet meer gehad, Welkom bij Stem voor de Straat. Steuntrekkers en lappenkakkers. We hebben vandaag als gast, wat is je naam? Hans Holleder. Hans Holleder. En naast Hans zit Luc voor de kleine man. Commando. Luc, bedoel ik, sorry. Hey, voor de mensen die voor het eerst bij dit programma kijken, wil ik me haast niet kan voorstellen. Want we worden beter bekeken dan alle tv-programma's bij elkaar in Nederland. Maar goed, in dit programma hebben wij de verschillende regels zijn van toepassing, van kracht. Dat is wat wij noemen... Crosstalk, dus dat betekent crosstalk, jump in anytime you want. In gewoon Nederlands betekent dat de gasten en de deskundigen die we vandaag aan tafel hebben, elk moment als ik wat zeg of een ander, kunnen ze hun mening erin gooien. Dat heet jump in anytime you want. Nou, zoals jullie al gezien hebben en gemerkt hebben, we zitten hier dus vandaag in Bosplan en dat is niet voor niks. Het Amsterdamse Bos. Dat is de officiële naam en daar gaan we het ook over hebben. Voor de officiële naam, zeg maar voor de ambtenaren, heet het dus het Amsterdamse Bos. Maar, u ziet het wel, we zitten toevallig weer onder de Bulderbaan. Dus terwijl we hier zitten te praten, krijgen we de nodige gif over ons heen gegooid. Maar ja, daar maken we ons niet zo druk op. Maar goed, in de volksmond waar wij mee opgegroeid zijn, ik weet niet of jullie nog kunnen winnen, wij noemen het vanuit Amsterdam, Volkstraal, zoals ik al eerder in het programma zei. Heette het Bosplan. Nou, en waarom heette het Bosplan? Dat heeft onze vorige gast Holleder al een beetje gezegd. Dit is dus, ik geloof in 1920 of 1930, toen was er weer een crisis. Er is altijd wel een crisis. Gaat zogenaamd over en is er weer een nieuwe crisis. We zitten nu alweer sinds 2008 weer in een crisis. Nou, dat was toen natuurlijk ook zo. En in ieder geval, toen werden de werklozen, die heette toen ook natuurlijk heel erg denigrerend al. Steuntrekkers. Nou, en die steuntrekkers die werden gedwongen, ja, toen de tijd nog 6 dagen in de week joken, G5, en ook geen 8 uur, maar 10 en soms wel 12 uur, ja. Werden ze gedwongen om hier handarbeid te verrichten. Ja, heel keihard werken. Was het vrijwilligers of? Nee, gedwongen. Als ze niet gingen werken hier, dan werd er uitkering stopgezet. Okay. En dan kwam je gewoon een beetje min of meer om van de honger. Ja. Maar goed, die uitkering die bedroeg toen, houdt u zich vast, 1 knaak per week, dus 2,50 gulden.
Dan moesten ze hier 6 dagen per week buffelen. Als een soort trekezels, pakezels. En dan kregen ze van de steun, want het heette toen geen bijstand met steun, steuntrekkers. Denigrerende kan het haast niet. Kregen ze een fiets. En in die fiets zat een nummerbordje op. Dat zijn dus alleen maar fietsen van steuntrekkers met een gaatje erin. Zodat als je rondreed door de stad, dat iedereen wel goed kon zien dat je van de steun fietste. Nou ja, dan zeg je, we zijn dus nu 40, 50 jaar verder. Ja, het zou ook associaties kunnen oproepen met het zogenaamde Gulag-archipel, toen van Stalin. Die had ook van die werkkampen, en dan praten ze in het Westen allemaal zo schande van, en ook terecht. Maar wij hadden zo, kijkt u maar even naar het filmpje. Aan het werk te krijgen worden ze verplicht om mee te helpen met de aanleg van grote projecten. Zo wordt in die tijd de Afsluitdijk gebouwd, het hele Amsterdamse bos aangelegd en deze roeibaan. In 3 jaar tijd wordt die met de hand uitgegraven. Een enorm werk. Daar stopt een trein midden in de heide tussen Zwolle en Dedemsvaart. En uit die trein stappen 100 werkelozen die telkens voor 2 weken naar de werkverschaffing gaan. Dat wil zeggen, ze worden, zij het dan tijdelijk, onttrokken aan het demoraliserend niets doen. Ze zullen meer ontvangen dan wanneer ze steun trekken. En ze zullen gedurende die tijd wellicht beter gevoed worden dan thuis. Een geestelijke en tegelijk lichamelijke opfrissing dus. En zo zitten zij nu plotseling midden in het werk. Niet iedereen is gewend om dagenlang in de modder te staan en je handen kapot te scheppen. En als je het niet volhoudt, dan ben je helemaal de klos. Dan ontvang je namelijk helemaal niets meer. Maar ondanks de projecten en de opleidingen gaat het nog steeds niet beter met de economie. En de crisis duurt voort. De regering Colijn heeft steeds minder geld en besluit de steun te verlagen. Het is een schande. Maar ik begrijp het wel. Kijk, die uitkeringen die moeten omlaag, zodat onze minister-president, meneer Colijn, zijn dure sigaren kan blijven roken. Weet je wat die sigaren kosten? Van die sigaren kan een gezin een hele week rondkomen. Meneer Colijn, dank u beleefd. Nog minder geld? Dat pikken de werklozen niet. Ze komen in opstand. In Amsterdam breken rellen uit. Premier Colijn vindt dat de opstand met grote kracht en tot iedere prijs moet worden neergeslagen. Hij laat zelfs het leger inzetten. Er vallen 6 doden en veel gewonden. We zijn dus nu 40 jaar verder. Ja, we zijn 40 jaar verder. Time flies in de tijd. En dan zou je zeggen, zijn we nou beschaafder geworden? Fatsoenlijker? Nee. Nou, naar mijn mening totaal niet. Met de grote zweep onder totaal.
steuntrekkers, heette in de jaren 20, 30 mensen die buiten hun schuld hun baan waren verloren. En dat was natuurlijk immense grote werkloosheid. En dat is er dus nu weer. Ik geloof dat het officiële cijfer is op dit moment 700.000. Ja, zoiets, ja. Ik heb het gelezen. Ja, is het ook, hè? Zoiets, ik heb het gelezen. Oké, okay. Heel deskundig, Joke. Deskundig dat ik het gelezen heb. Maar de officieuze cijfers, want er is heel veel verborgen werkloosheid, is 2,5 miljoen. Klopt. Maar die zitten... Ik denk dat weet je ook. Ja, dat zit dus in, zeg maar, mensen die in de WHO zitten, mensen die in de ziektewet zitten, mensen die ze dus geschrapt hebben van sollicitatieplicht, om dat cijfer rooskleuriger te maken dan het is. Maar ja, moet je horen. Nu, we zijn dus 40 jaar verder, hè, de fatsoenlijke maatschappij, hè, dat noemen ze ook weer, die balken in, dat is een actie van fatsoen en normen en waarden. Maar inmiddels heten dus nu de steuntrekkers, heten dus nu... En die term is gelanceerd door de voorzitter van de werkgevers, die halve homo met zijn roze zonnebril, Hans de Boer. Nou, walgelijker dan walgelijker kun je in mijn boekhouding niet zijn als die man. Maar die noemde dus op een gegeven moment, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, die noemde mensen die dus werkloos zijn en moeten leven van een hongeruitkering, 1000 euro per maand. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ze doen net alsof de mensen die in de bijstand lopen zo'n beetje... zonder te werken miljonair worden. Maar de werkelijkheid is dat ze maar 1000 euro per maand krijgen. En nu worden ze dus genoemd, gewoon open en bloot, de labbekakken. Je voorstel, de labbekakken. Nou, deze labbekakken, die werden ook ooit eens in een programma, toen de VARA nog links was, in de jaren 80, hè, was er ook weer natuurlijk een crisis. We hebben de ene crisis naar de andere, altijd weer opgelost, het gaat weer goed, en dan hebben we weer een nieuwe. Toen werden ze dus genoemd, de mensen waar we het hier over hebben, de onrendabelen. Even tot slot, want dat zijn we van de jaren 30. Zijn we dus een vogelvluchtje gemaakt. Steuntrekkers, onrendabelen en labbenkakken. Ik zeg, nou ja, ik weet niet, jullie hebben het nog meegekregen, maar we zitten in een soort tijdgeest, met, kennelijk met parallelwerelden. Dat typetjes die één hersencel hebben, zoals Jannik en Jan Smit en dit hele zootje BN-hoeren, die delen samen één hersencel. Dus niet Jan Smit van die groep? Nee, die Jan Smit. Vollendammer. Die palingincest. Paling, ja, die palingincest-presentator. Oh. Nou ja, die was van de afgelopen week zat hij bij Sugar Daddy Colville Jannik. Oh, niet gezien. Die continu spontaan als Peter R. aan tafel schuift, begint ze leeg te lopen, lekt ze helemaal leeg. Oh, wacht even, dat is iets van mij. Helemaal hits. Zeg, als die Peter R. aan tafel. Van Peter R. Fries. Ja, die loopt zijn leeg. Ik kan me niet voorstellen. Ja, ook een hele deskundige opmerking dat je wilt van Peter R.'s vrouw. Hoor je ook niet vaak. Maar goed, in ieder geval, daar zat voor het eerst sinds 4 jaar Kapo Jette Kleinsma. Die een waar schrikbewind gevoerd heeft de afgelopen 4 jaar in dienst van de VVD-misdaadgroep. Met betrekking tot mensen die in een uitkering zitten, de Wajang-doren. Kijkt u nog even voor de grap wat ze een tijdje geleden over die Wajang-jongeren zei bij Nieuwsuur. Nou, die zelfs Nieuwsuur geloofde niet. Kijk maar even. Dan hebben we het dus nog altijd over ruim 100.000 jongeren, waarvan u zegt, die kunnen wel degelijk wat gaan doen. Ja, en een deel van die 100.000, hè, zo'n 50.000, 60.000, heeft nu al werk, is nu al aan het werk. Dus die gaan natuurlijk gewoon met dat werk door. Maar de rest wordt dus nu, als het ware, naar een baan toegeleid. Ja, maar hoe reëel is dat in een tijd waarin we horen dat de jeugdwerkeloosheid enorm is? Ja. Dat is reëel, omdat werkgevers voor het eerst hebben gezegd... wij gaan banen maken voor mensen die niet helemaal zelfstandig hun minimumloon kunnen verdienen. Dus zij gaan echt ervoor zorgen dat er plekken komen juist voor mensen met beperkingen. En dat gelooft u echt? Nou, dat wij jongeren goede begeleiding moeten om deze mensen te begeleiden. Ja. U verkoopt het als de beste, maar toch verbaast dat enorm. Want u en uw partij waren nog niet zo lang geleden heel erg tegen het herkeuren. Ja. Ook tegen het herkeuren van jongens. Laten we even naar uw collega Diederik Samson luisteren. De echte keuze die u maakt, meneer Rutte, is om tekort op uitkering. Om mensen in een waar jong. En u zegt, mensen met een waar jong die moeten gaan werken. Dat zijn jong gehandicapten.
Mensen die in hun jeugd gehandicapt zijn geraakt of als gehandicapten zijn geboren, die pakt u een deel van hun uitkering af. Die keuze maakt u. En daarmee doet u heel stoer over banen creëren, maar daarmee creëert u ook een asociale omgeving. En daar pas ik voor. En dat doet u. Een asociale omgeving. Wat hij dus even vergeet, of misschien is hij echt wel zo dom met zijn ene hersencel, is dat al die zalen waar hij jaar in jaar uit voor optreedt, die worden voor 95% gevuld met bussen met aangevoerde bejaarden met subsidie. Want dat regelt ome Joop. Want toen de subsidie in Den Haag 3-4 jaar geleden verminderd werd, toen stond Joop als een gek in Den Haag. Om die halve, want de subsidie werd gewoon voor 500 miljoen minder. En sindsdien is Joop ook failliet gegaan. Die andere 10%, daar zitten gewoon kinderen die verplicht van lagere scholen worden gerukt. En die krijgen een speldje in hun handen, een vlaggetje met Jan Smit. Dat is waar hij voor zingt, die slijmbal. Nou ja, dat was even een tussendoortje. Ja, begrijp ik. Ja, kortsmisselijk. Nou jongens, dan ga ik meteen door als een stoomtrein. Luc, jongens, hebben jullie hier nog wat? Heb jij nog wat hier nee, maar op aan te brengen? Nee, maar Jan Smit bijvoorbeeld. Die was 10 jaar dat hij begon te werken. Zegt hij? Dat zegt hij. Ja. Nee, je hebt zien optreden, daar word je toch ook voor betaald? Wat is dat geld dan? Nou, dat zegt hij ook. Hij had een paar miljoen op de bank. Ja, nou, maar dat mag niet betaald worden als je jong bent. Nee, klopt. Dat is ook weer. Dat heb je eigenlijk is zo vanaf zijn. Dus dat schiet een beetje. NSB is afgegaan. Crimineel. Ja, crimineel. Hoe je eigenlijk zonder die. Ja, dat is crimineel. Hij heeft de wet overtreden. Ja. Je mag niet werken als je 10 bent. Maar misschien is het nog wel veel duisterder dat hij dus al vanaf zijn 10e zeg maar geëxploiteerd werd. Ja. Dan zit je al in het terrein van mensenhandel. Dus het is toch inderdaad voor een dames crimineel land. Een crimineel dorpje. Ja. Had jij hier nog even toe te voegen? Nee. En jij als kop? Ik heb het niet helemaal meegekregen. Is jou ontgaan? Maar goed, ik begrijp niet waar dat bij hem opeens vandaan komt. Nee, dat snap ik niet zo goed. Dat snap ik wel. Want hij leeft wel van de mensen. Is hem opgelegd? Nee, dat kwam wel heel. Nee, ik heb het nagekeken. Zij was ook helemaal hysterisch. Nou ja. Maar zij ging daarin mee. Die zij was nog, gooide nog een schepje erbovenop. Ja, echt. Zij had dat ook wel willen hebben. Terwijl ze zich alleen maar laat ketsen voor geld. Zo zijn ze zich alleen maar omhoog geketst. Hij vindt jou zo'n mooi systeem als mensen dat weer met je kan zo uit een uitkering komen. Ja, nee, je weet het wel. Een beetje met behoud van uitkering. Ja, ik weet het. Ik ken het. Nou, wat is daar nou verkeerd? Ja, maar niks. Nee, begrijp je. Nee, maar ze werden helemaal wild. Jannik, die was voor het eerst. Dat is algemeen bekend, joh. Ja. Die loopt normaal, loopt ze helemaal in de rond. Het loopt ze leeg. Stinkt die hele tafel naar de haring. Van haar. Ja, dat is bekend. Maar voor het eerst was ze kurk droog. Zo kwaad was ze, samen met die paling. Ja. En op een gegeven moment, toen zij heel kwaad werd... Ja, er ging altijd mensen daar. Ja, die zitten in het eten branden. Maar ja, gehoord, kijk, weet je wat het is? Kijk, je zag op een gegeven moment, toen Jannik ging ook heel erg tekeer over dat project. En dat ging met z'n allen vreselijk tegen die capo Jette Kleinsma. Ja, die heeft zo'n dikke huid. Dus die maakte geen indruk, die heeft een dikker huid als een olifant. Maar je kon op een gegeven moment zien dat toen Jannik helemaal uit het dak ging, over die mensen die 1000 euro uitkering hebben, dat zag je, ja, het klinkt een beetje raar, sorry, dat moet je toch melden, nieuwsfeiten zijn nieuwsfeiten. Ja. Toen zag je, misschien heb ik het verkeerd gezien, toen zag je dat die Jan Smit opeens een harde paling in zijn broek kreeg. Dus die, misschien, nou ja, oké, jongens, dat was dat. Genoeg over die smeer, genoeg over die smeerkees, die Jannik en die, die incestpaling, Jan. De smeerkees. Ja, nou, een heel goede opmerking. De smeerkees. Wat een krengen. Nou ja, er was natuurlijk ook afgelopen week, ik weet niet of we het meegekregen hebben, continu in het nieuws, ja, anders dan dat wij het natuurlijk gaan brengen. De banencarousel van de PvdA. Hebben jullie er wat van meegekregen? Nee. Lekker. Wacht. Het was mooi weer. Deze week, wat is er opgevallen? Ja, wat mij is opgevallen dat die vliegtuig ook met die M17 of dat.
Ja, dat is ook een stuk. Dat het hier in Nederland wordt gehouden. Ja. Ik krijg ze veel te lage straf hier. Ja. Nee, maar buiten dat ze zoeken nog steeds getuigen. Ja, maar... Ja. Ja, dus op getuigen. Ze willen het hier voor de rechter door. Ze willen het hier gezien. Welkom bij de O-show. Met de O van O, dat kan toch niet waar zijn? Maar O met de O van openheid over Oranje. En met de O van onderdanen omroeporganisatie. En voor alle duidelijkheid, zelf ben ik niet langer een onderdaan. En ook met de O van O% belasting. Het zogenaamde koninklijke tarief. En de O van O% eerlijkheid. En ik heb het uiteraard over deze meneer. Hij gaat trouwens, misschien is dit al opgevallen, steeds meer lijken op oom Donald. En dan heb ik het natuurlijk over hem. Heeft oom Donald ook Beatrix bij de poes gegrepen? Wie weet het? En ik heb het dus niet over deze oom Donald. In deze aflevering gaan we het hebben over, en ik zal mijn camera even uitzetten, over het MH17 sprookje. Want op 17 juli 2014 verdween vlucht MH17 vanaf Amsterdam onderweg naar Maleisië, Kuala Lumpur, ergens boven het Oekraïense luchtruim. En in aflevering 26 van Pateo Televisie heb ik daar uitgebreid aandacht aan besteed en heb ik alle feiten op een rijtje gezet. En wat daaruit blijkt is dat het officiële verhaal, zoals we dat hebben mogen horen via de mainstream media, gebaseerd is op bedrog. Het MH17 bedrog. Precies een week later zaten Alex en Maxima vooraan op de vliegbasis in Eindhoven, vergezeld van de altijd aanwezige Hofnar, die overigens van de partij VVD is, wat staat voor Verraderspartij voor Volharding der Dictatuur. Maxima zegt hier tegen Alex: je zit een beetje met X-benen, Willy, want ze noemt hem gewoon Willy. Niet doen, Maxi, antwoordt hij, anders raak ik in de war. Vroeger hadden we de Mini en Maxi Show, tegenwoordig hebben we de Willy en Maxi Show. Hier denkt Maxi: dit heb ik Jorge Videla nooit zien doen. En daarbij denkt ze aan het idool van Willy. En waarschijnlijk denkt ook Willy op dit moment aan hem. Vervolgens zagen we een rijdende file van allemaal lijkwagens. En dat heeft het Guinness Book of Records gehaald als de langste nep-rouwstoet, want alle lijkkisten in deze auto's waren leeg. Vervolgens is er een nationaal monument bedacht om het sprookje in stand te houden in de vorm van een soort lintbos. Wie de waarheid wil weten, wordt hier het bos ingestuurd, bestaande uit 298 bomen, één voor ieder mens waarvan we nog altijd niet precies weten wat er met hen is gebeurd. En het sprookjesbos vinden we hier in Park Vijfhuizen, ten noordwesten van Schiphol. En in mei 2017 zag het er zo uit. In de Raad van Advies voor het MH17 Sprookjesbos vinden we vertegenwoordigers van de 4 grote partijen die sinds de jaren 70 verantwoordelijk zijn voor systematisch volksverraad. Op maandag 17 juli 2017 komt de Willy en Maxi Show naar dit Sprookjesbos. En het wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1. Die dag staat MH17 voor maximale huichelarij 17-7-17. Wil je meer weten over de O-show? Ga dan naar pateo.nl/hoofdletter o.htm. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Ja, maar ik zag ook niet vanmorgen in het nieuws. Ik heb het niet gevolgd, hoor, want ik heb... Tijd, maar over het Noord-Korea. Ja, hoe zit dat dan? Nou ja, ik ben natuurlijk niet deskundig. Ja, ik
Maar het was, ik heb het ook gezien. Ja, dat is een heel ingewikkeld probleem. Daarom kijk jij naar dit soort dingen. Nou ja, even kort. Noord-Korea is een internationale ballistic raket aan het ontwikkelen. Van tijden. En die kan in principe Amerika gaan halen. Ja. En dat neemt Mad Doctor hem natuurlijk niet. Nee, dat zag ik vandaag. Ja, daar gaat het dan om. Maar ze zitten een beetje schaakmat. Kijk, maar ook wel een beetje het gevaarlijk is natuurlijk. Ja, het is heel gevaarlijk. Nou, het is over en weer gevaarlijk. Maar dat sleept zich al 30 jaar voor. Kijk, wat is er aan de hand? Als Amerika, waar ze mee dreigen, in dit geval Mad Dog Trump, dat ze dus militair Noord-Korea gaan aanvallen, hè? Dat eigenlijk kan dat niet. Want het zit zo, Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, die ligt binnen bereik van het artilleriegeschut van Noord-Korea. Niet volgen, ja, nee, maar dat weet ik niet. Dus niet eens raketten vliegen. Dus Noord-Korea kan ten alle tijde Seoul plat schieten. Niet volgen? Ja, allemaal niet. Dus dat is zo'n onzin dat hij loopt te krijtsen. Ik ga dat militair aanvallen. Want Noord-Korea heeft al lang gezegd, en die is zo gek als een derby, dat zeg ik. Ja, die is het gekste van allemaal. Het gekste derby. In ieder geval, dus als Amerika, wat ze bij bluff is, ook bluff slechts broken. In dit geval Mad Dog Trump. Dus een aanval zou doen militair op Korea. Noord-Korea met de meest waanzinnige dictator ter wereld, denk ik wel, met Stip. Die heeft al aangekondigd en rekenen nog van yes, dat Seoul plat gooit. Nou, in Seoul wonen 20 miljoen mensen, dat is het dichtstbevolkte gebied van Zuid-Korea, plus 30.000 Amerikaanse militaire spionnen, die noem maar op. Dus het is een soort padstelling. Dus het enige wat ze kunnen doen, naar mijn mening, en ook de mening van Poetin en de president van China, is dat er moet overleg met die gek gepleegd worden, snap je? Dat moet je ze zonder geweld gaan oplossen. Anders verzeilen we misschien in een soort derde wereldoorlog. Die staat om de hoek. Of het andere is. Ja, dat kan ook nog. Ja, maar goed. In ieder geval, mensen, gaan nou weer verder met de banencarousel. Mijn staf van de Stem van de Straat hebben het niet meegekregen. We hebben een loogje, maar wat anders in hun hoofd. Dan die oplichters van de PvdA. Maar er zijn, doordat de PvdA van 33 zetels weggevaagd is naar 8, overigens helemaal terecht. Zo. Ja, dus dat weet je toch, ze zijn van 33 naar 8, of 9, sorry. Dat wist ik niet. Maakt ook niet uit. Dus heel deskundig trouwens. Ja. Dus in ieder geval, omdat ze natuurlijk 4 jaar lang de hoer hebben gespeeld voor de VVD-misdaadgroep, zijn ze weggevaagd bij de laatste verkiezing. Nou, het gevolg is dat veel van die mensen niet meer terug kunnen in de Tweede Kamer en ook de ministers niet meer. Dus er is een soort waanzinnige banencarousel op gang gekomen. Nou ja, banencarousel is een duur woord. Dat ze dus zonder dat er een sollicitatieplicht vooraf gaat, geven ze dus die mensen van de PvdA, die ex-ministers en ex-kamerleden, geven ze dan een extreem zwaar betaalde kulbaantjes. Ja, dan heb ik het over baantjes van 2 ton per jaar plus declaratie, nog een tonnetje in de zak per jaar. En dat is in principe natuurlijk een grote vorm van corruptie. Dus daar hoeven ze niet op te solliciteren. Die krijgen ze gewoon, snap je? Nou, dat is dus een heel ritje deze week. Is aan een baantje geholpen. Ik ga ze even opnoemen. Het is te veel om uit mijn hoofd te doen. Mevrouw Roos Verwij heeft zo'n graaibaantje gekregen. De bejaarde melker Martin van Rijn. Die gaat 6 ton per jaar pakken. Mevrouw Roos Verwij 2 ton. Ex-onkostendeclaratie trouwens. Hè. Dan hebben we dus de voormalige staatssecretaris van Landbouw, Martijn van Dam. Die is vertrokken als CEO-directeur naar de NPO. Ook voor 2 tonnetjes, plus een tonnetje onkostendeclaratie. Nou ja, Diederik Samson die zit tegenwoordig in het Mafia Management. Voor 15.000 euro per maand. En hij heeft nog een of ander vaag baantje gekregen. Projectje. Oh ja, daar moet zogenaamd de kosten berekenen in Zeeland. Van het saneren van een fabriek die alweer failliet is met uranium. Daar is ook alweer 40 miljoen verdwenen in Bananen Nederland. Daar krijgt hij 1 tonnetje of 3 voor. Dan hebben we natuurlijk. Ja, het is echt waar, Jopie. Ja. Maar hun hebben geen last van werkloosheid. Ook voor hun geen bosplan. Nee, en dan hebben we onze alles bekende Mokro Uncle Tom Ahmed Makous. Die werd even in Arnhem neergeplant. Als burgemeester. En dat werd dan. Die is dan benoemd, moet je je voorstellen. Er was de raadsvergadering, dat noemen ze democratisch, om hem te benoemen. Die was geheim, besloten.
Dus er mocht niemand bij, geen publiek en ze mogen er ook geen informatie over geven. Tot zover de democratie in Nederland. En last but not least, die zijn de meeste mensen natuurlijk al vergeten, een van de grootste monsters uit de PvdA, Tweede Kamerfractie, die ontiegelijk veel leed heeft veroorzaakt in de bejaardentehuizen, met al die walgelijke bezuinigingen en de mantelzorg en veel onderwinden, is de bejaardenkiller Otwin van Dijk, die is ook burgemeester geworden. Nou ja, hebben jullie daar nog wat over te zeggen, jongens? Nee, ik heb het nooit. Sprakeloos? Ja, sprakeloos. Ja, we hebben hier ook gehoord van een banencarousel. Nee. Kijk, en dat is nou juist wat ze willen. Ze willen dat de mensen van de straat daar geen erg in hebben. Snap je? Want als jij, zal maar zeggen, een foutje maakt met je invullen van je formuliertje, voor je pensioen, ja, dat bedoel ik. Voor je WW, voor je UVV, voor een tientje, dan ga je door de hel. En deze types via banencarousel, kijk, je moet zo zien, banencarousel is een van de ergste verfijnde vormen van corruptie. Wij van de Stem van de Straatpartij, zodra we aan de macht zijn, gaan dan ook het wetboek van strafrecht aanpassen. En we gaan, het is gewoon simpel, dat kunnen wij ook, we kunnen een wet schrijven. Tuurlijk. Wetboek van strafrecht. En wij gaan als nieuw artikel, artikel 2.3, ik noem het, banencarousel, gaan wij strafbaar stellen. En met een straf van tenminste 5 jaren, tenminste, en een boete van 1 miljoen. Dus zodra wij aan de macht zijn, is het afgelopen met het banencarousel. Vind ik ook. Nou jongens, dan zijn we nu aanbeland bij nummer 3 van vanavond. In de ter nagedachtenis van de mensen die hier voor een kraakje als slaaf hebben gebuffeld, met het elitetuig, gaan we het nu hebben over dat er nog eigenlijk niet veel veranderd is. En dat is de Gerrit Salm. Ik hoorde van een van onze redactieleden, onze geniale LT, de man met de losse handjes, die is op dit moment bezig aan een reportage te maken en die noemt hem Ale Salmtje. Nou, dat vind ik wel een goede naam, Ale Salmtje. Nou ja, Gerrit Salm, het is eigenlijk, als je erover nadenkt, te gek van woorden, die is dus commissaris bij de Shell. Moet je voorstellen, hij is commissaris bij de Shell en die benoemen ze uitgerekend tot informateur van het nieuwe kabinet Rutte 3. Moet je je voorstellen, terwijl hij dus nu als informateur is aangesteld, en ik verzin het hier niet hoor, loopt er dus een proces in Nederland, notabene, niet voor zichzelf in Nederland. Shell moet op dit moment voorkomen in Nederland, wegens medeplichtigheid aan executie. Dat is echt waar wat je zegt. Gewoon hier in Nederland moet Shell voorkomen. Dus in principe het bedrijf waar die Salm de baas van is, ja, dus de godvader, de holleder van Shell, die moet dus nu voorkomen in Nederland voor medeplichtigheid aan een groot aantal executies van mensen in Nigeria. Nou, dus wij hebben hier nu als informateur, kun je voorstellen, het is te gek, is hier over nou, het is allemaal waanzinnig. We hebben hier dus een informateur die verdachte is van een aantal executies en die zaak loopt dus hier in Nederland. U denkt dat ik het verzin? Kijkt u maar even naar deze reportage. Shell wordt in Nederland voor de rechter gedaagd in verband met medeplichtigheid aan de executies van 9 Nigeriaanse activisten in 1995. Shell is medeplichtig aan de executie van 9 Nigerianen, de Ogoni 9, in 1995. Advocaat Ghana Samkalde zegt dit voor de rechter te kunnen bewijzen. Het is een hele sterke zaak, omdat er heel duidelijk bewijs is van hoe Shell te werk ging. Het verhaal speelt zich af in het Nigeria van de jaren 90. Het gaat over de vuile handen van Shell en het militaire regime van Nigeria dat afhankelijk is van de olieopbrengsten. Well, the government can only be described in two ways: tyranny and corrupt institution. Het Nederlandse Shell haalt sinds de jaren 60 grote hoeveelheden olie uit de grond van Nigeria. Dit olierijke gebied heet Ogoniland en is vernoemd naar de stam die er leeft. Maar de oliewinning zorgt voor milieuvervuiling. De Ogonis komen massaal in opstand. I do not want any blood spilt. Not of an Ogoni man, not of any strangers amongst us. De Ogonis eisen een deel van de olieopbrengst en willen dat Shell haar troep opruimt. De opstand wordt geleid door Ken Sarowiba. What you see behind us here is the sort of experience the Ogoni people have to live with all their lives. This spill has been going on for the last 6 weeks.
this sort of pollution, to live with it in an area where land is in very high demand, is completely destructive of the community. De demonstraties in Ogoniland zorgden voor een daling van de olieopbrengst. En daarom dwong Shell het regime om in te grijpen. En Shell hielp het regime daarmee. Ze stelden faciliteiten beschikbaar. Ze stelden helikopters en speedboten beschikbaar. Aan het leger? Aan het leger, ja. En er was sprake van een enorme verwevenheid tussen Shell en het regime, waarin Shell ook mensen had geplaatst in alle gelederen van het Nigeriaanse regime. En in feite kon het regime niet daadkrachtig optreden zonder de ondersteuning van Shell. There were reports that Shell provided arms and ammunition to the Nigerian army. They provided logistics such as vehicles, speedboats, you know, to the military. De Nigeriaan Sunny Ofee vecht al jaren voor de rechten van de Ogoni-stam. Hij moest Nigeria ontvluchten, want hij was zijn leven niet meer zeker. No, I want to say that the people who represented Shell at the time of the Ogoni killings should share in the responsibility of the deaths of Ken Saro-Wiwa and the 8 others that died. Shell was in a very big position to stop the execution of those people. Het leger treedt keihard op in Ogoniland. Hele dorpen worden aangevallen. Het leidde uiteindelijk tot de arrestatie van 9 mensen, de Ogoni Nine. De bekendste van de 9 is Ken Saro-Wiwa, maar ook de man van Esther Kiyobe was een van die 9. In 1995 worden ze veroordeeld voor moord en door de staat opgehangen. Why they were killed, I really cannot understand. Because the offense they committed has nothing to do with death penalty at all. De rechtszaak tegen Shell dient in Nederland omdat het hoofdkantoor van Shell in Den Haag staat. Hoe Shell zich opstelde in de crisis in Ogoniland in de jaren 90 werd vanuit Den Haag aangestuurd. Er werd een speciale commissie opgericht die niet alleen maar uit mensen bestond die in Nigeria zaten, maar ook mensen van de moedervennootschappen en de tussenlagen van Shell. Nou, moet je horen, een van zijn legendarische verhalen waar ik altijd heel vaak aan moet denken, dat is het verhaal van het pindamannetje tijdens de bezetting van de nazi's van Amsterdam. Zou je dat met onze kijkers ook willen delen? Nou, in 1944 hadden we geen brandhout, dus we gingen de jodenpanden in de jodenbuurt slopen. En toen gingen we een karretje door de hoofd van een steeg heen, vanaf de Remmelsplein naar de Amsterdam toe. We stonden op de brug daar, stond een Duitser met een paar gepoetste laarzen, platte pet op, keurig netjes, echte Duitser. En dan komt de Chinese, komt er een pinda pinda, met een wit jasje en een matje voor zijn neus, zo pinda pinda. En dan loopt zo de en dan zei de Duitser erbij. Hij had even bijgelopen, zo puft die Duitser op zijn hoofd. Op de Chinees? Op de Chinees. Op zijn hoofd? Op zijn hoofd van de mannetje van die pindaman. Maar de pinda... Heb je een herkje zwemmen? Wacht even. Maar de pindamannetje was zo kwaad, die heeft één klap. Kraterklap, Bruce Lee? Ja, ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar die mof lag dood in de goot. Heb jij dat gezien? Ja, we liepen daar met z'n... Dus jullie waren daar getuigen van? Ja, Freddy Breukel, Abbie van der Linden. Ik met z'n drieën. Wie zei je, moest je daar? Abbie van der Linden, Freddy Breukel of en ik met z'n drieën. Okay. Liepen daar, joh. Nou, die mocht dood in de goot en de Chinezen gaan gaan draad zoeken. Pinda, pinda, pinda. Pinda liep zo door. En zo'n heel klein Chinees. Chinees, ja. Met zo'n pindakarretje. Nee, nou, ja, zo'n bakje voor zijn buik. Oh, had hij eens een karretje mee? Zo'n pinda ding. Ja, zo'n dingetje voor zijn buik, ja. Met de wit jasje had hij aan. Oké. Okay, ja, voor de rest niks. Ja, dat was de tijd in de jaren 30, 40. 44 was het nog. Ja, maar er is een tijd geweest dat de Chinezen voor het eerst naar Nederland kwamen. Die vluchtten toen gewoon voor die oorlog met Mao Zedong en zo en Chiang Kai-shek. En toen kreeg je in de binnenmond dus tegen, had je zeg maar zo'n... Een paar Chinezen allemaal. Een paar Chinezen had je ook... Gokkers. Juist, gokkers. Maar ook, wat is wel een grappige geschiedenis, toen werden namelijk ook, waren er opiumkids, weet jij dat nog kan herinneren, en die werden gedoogd. Dus dan lagen die Chinezen en die opiumballen met die casino's. Casino's, ja. Maar ja, dat is natuurlijk heel lang geleden al. 44 in de oorlog in Nigeria. Ja, nou, het begin van de oorlog. We stonden met de binnenbouwdoorstel op de show. Ja. Uit de Nieuwmarkt. Ja. Daar kwamen alle Chinezen dus, daar trokken alle Chinezen toen naartoe. Ja, in aparte gedeeltes, je kon de Chinees eten. Maar je had er ook gokhuizen en huizen waar de Chinezen zaten. Met de opium en met de gokken. Ja, en het werd getolereerd. Ja, het werd getolereerd allemaal, ja, toen de tijd. Want die Duitsers was natuurlijk vermoord. Ja, er zijn een paar mensen toen gepuzzeleerd. En er heeft een steentje gestaan op de hoek van de steeg in de Amstel. Bij de café, ja, dat zie ik helemaal niet met een steentje. Ik weet niet waar gebleven. Ah, ze wilden natuurlijk niet zeg maar, dat een Chinees eigenlijk ook een verzetsheld was in Amsterdam. Dat hebben ze weggehaald. Nee, maar waarschijnlijk verzetsheld. Nee, wij zeggen, nou ja, maar toch een Duitser doodgeslagen. Ja, op zijn kopje gesproken. Maar het mooiste was dat Chinezen deed een stap verder. Gewoon met zijn bakkie voor zijn buik. Liep.
Maar hij gaf hem één klap en toen was af. Ja, afgelopen is hij niet meer. Was gewoon dood in de goot. Okay, dus we hadden een karretje gedraaid. En met de rot gaan we naar huis gaan. Okay, dan. Luister even. Ja. Wanneer kom je weer terug hier? Nou, als het mooi weer is, kom ik weer gewoon. Snelletjes zoals altijd. 2-3 keer in de week met de scooter. Ja, dat is ook gezellig, man. Ja, maar ik heb het laatst heel druk gehad met de tv. Kijk wel even maandag aan. Nee, maar waar het ook moet, heb ik niet. He? Ik heb KPN, KPN heb ik ook. Op 1400. Op 1400? Ja, ze hebben het verplaatst. Waar? 1400 heb je het over? 1425 geloof ik. Ja, dat hebben ze toevallig vandaag verplaatst. 1400? Ja, ik heb ook KPN, daarom. Ik ben ook achtergekomen zo. Nou, dat hoorde 1400. Ze hebben het even verplaatst. Heb ik ineens. Weet je waarom ze het verplaatst hebben? Dit is een verzoek van Den Haag. Omdat de stem van de straat nu op het Salto zit, willen ze het zo ver mogelijk weg hebben. Dus hebben het, ze hebben de mensen van KPN, de kijkers hebben gebeld naar mij. Die kon het niet zien van de week. Toen ben ik gaan bellen, want ik heb KPN. Toen zei die man van KPN, ik wist niet eens dat 1400 bestaat. Nee, ik ook niet. Opdracht uit Den Haag, Rutte. En ik ben van dit laatste onderwerp, levensgevaarlijk, ben ik incognito. Kijk, ook afgelopen week, voor de zoveelste keer natuurlijk weer, was die Captain Gay Earlings in het nieuws. Weet je dat meegekregen hebben? Want anders gaan jullie echt op cursus met z'n allen. Ja, is goed. Captain Gay Earlings, die is de vrouwenmapper, ex-CDA-minister, top KLM-bos, maar tevens nog steeds. Jokum, mag je even de aardappel bij? Sorry. Hij mocht het toch intrapperen. Ja, maar niet achter mijn rug. Staat je wel? Loek wil even ingrijpen als commando. Waar is het probleem? Ja, oké. Okay. Dus hij is natuurlijk nog steeds. Hij is inmiddels heb je een zogenaamde schikking getroffen met zijn gabbers bij de VVD-justitie, de pedofiel. Hij had die vrouw de oorlel eraf getrokken. Die een mandje afgepakt en een pets voor de wang verkocht. Het verhaal gaat omdat ze hem uitmaakte dat hij een Poolse nicht was. Omdat het gewoon bij hem in het verkeerde CDA gaat kennelijk. Maar ja, in ieder geval, het IOC blijkt dus nu, als een soort good mens artikel. Dat is heel anders geschreven dan wat jij hier vertelt. In de Volkskrant. Dat hij heeft geschikt met justitie. Hij heeft een taakstrafje heb je uitgediend. Volkskrant vermelde er niet bij waar, maar wij kunnen u het wel vertellen. Die taakstraf heeft hij dus voldaan in Monaco op een of andere gayjacht. Gezeten in een week, met champagne. Ja. En dan zou je handkrapen. Dus dat was zijn taakstrafje. Maar goed, in ieder geval, het IOC beweert nu dat ze van hem af wilden. Hè? Omdat hij waarschijnlijk ook toch, ondanks dat hij dan niet veroordeeld is, maar een schikking heeft gehad. Is geen bewijs van goed gedrag meer krijgt. Nee. Snap je? Want hij heeft een vrouw mishandeld, oorlelletje eraf getrokken, diamantje gejat. Dus ja, het is dus vrouwen mishandeld en diefstal met geweld. Gaat een gewone jongen toch al gauw een half jaartje de bak voor in. Als het niet langer is. Ja. Als het niet langer is, en dan sta je natuurlijk ook s'avonds, word je even door de stromtong gehaald. Ja. Bij dat RTL Rio Boulevard. En anders wel bij de Telegraaf van die oude NSB-mannen. Earlings wordt vervolgd vanwege het feit dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het Openbaar Ministerie meent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan eenvoudige mishandeling. Dat is een iets lichter delict dan zware mishandeling, waar hij in eerste instantie van werd verdacht. En het Openbaar Ministerie heeft ervoor gekozen om deze zaak af te doen, niet met een gang naar de rechter, maar met een mediation traject. Dat betekent dat beide partijen onder leiding van een bemiddelaar met elkaar aan tafel moeten om deze zaken te schikken. En daarnaast kan het Openbaar Ministerie nog een taakstraf of een geldboete opleggen. Maar dat zal zich dan allemaal buiten de rechtszaal om afspelen. En dat is vooral bedoeld om al te grote publiciteit rondom deze zaak. Zeker voor het slachtoffer zou dat natuurlijk buitengewoon pijnlijk zijn. Maar ook voor Earlings. Om die publiciteit zoveel mogelijk weg te houden. En de zaak tussen de partijen zelf proberen op te lossen. Nou ja, hij vond, hij had zelf bepaald dat hij gaf geen gehoor aan het verzoek dat hij of hij wilde aftreden bij het IOC. Moet je voorstellen, dat vragen ze hem dan. Maar jij, ik en wie dan ook, u kijken als u dat vindt, dan wordt hij gewoon op staande voet ontslagen. Ja. Maar aan hem wordt netjes gevraagd of hij wilde aftreden. Nou, dat wilde hij dus niet.
Dus hij zit er nog gewoon, maar dat komt, het is wel heel pikant weer. En dan zijn wij natuurlijk weer de enige mee die dat naar voren brengen. Is dat hij al een jaar of 10 heeft gezien. Ja. Nou ja, hij weigert dus, zoals ik al zei, om af te treden. En dat komt ook mede doordat hij is dat dus neergeplant bij het IOC. Het heeft wel in de kranten gestaan, maar ja, wie weet het nog. Ook niet echt uitgebreid natuurlijk. Hij heeft de plaats ingenomen van tax-free graai King Willem. Toen hij van prins koning werd, moest hij die functie neerleggen. En toen hadden ze een ander op het oog, ze wilde iemand anders benoemen. Iemand met een goede cv, met sportverleden. Wat ik al zei vergeten is dat hij daar neergeplant is door King Willem persoonlijk. Dus wij hebben van bronnen van ons rondom het IOC hebben vernomen dat de koning zelf persoonlijk ingegrepen heeft dat ze hem niet mogen ontslaan. Nou ja, in ieder geval moet je je dus voorstellen, nu zit het IOC, dat is het symbool van de sport, de Olympische sport, die zit dus nu opgescheept met een voorzitter die officieel veroordeeld is als vrouwenmepper. Lekker voorbeeld voor de sport onder jeugd. Ja. Jongens, hebben jullie daar nog wat op te zeggen eigenlijk, tot slot? Nee. Op dit verhaal van die Captain Gary Hurlings? Nee, ik vind dat we gewoon niet kunnen maken, zijn hand boven zijn hoofd houden. Ja, maar ja, dat gaat altijd zo, hè? Doodvoetwerk, hè? Oké, jongens, nou, de uitzending, ik weet dat jullie het verschrikkelijk vinden, maar die zit er weer op. Ik wil toch even... Het is helemaal niet verschrikkelijk. Dank je, Joke. Tuurlijk. Nee, de kijkers vinden het vervelend. Oh, ik dacht wij. Nee, wij niet. Wij. De kijkers hadden nog wel 3 uur langer willen kijken. Ik veel verzoek naar aanleiding dat veel kijkers reageren. Dat of ons geluid niet goed is, of het beeld weer niet zo goed. Wel krijgen we altijd complimenten dat ze mij vreselijk knap vinden. Ja, begrijp ik. Vooral nu in je zwembroek. Ja, loopt het storm hoor. En Joke heeft inmiddels een hele eigen afdeling met groepies. Ja. En ik zal me niet vertellen wat de godmother allemaal van mails krijgt. Want dat is voor boven de 18. En Loek is inmiddels al een aantal keer een functie aangeboden bij de commando's. Ja, klopt. Maar ja, dat. Wij maken dit programma allemaal met vrijwilligers. 0,0 budget. De mensen die hier zitten moeten zelfs nog de reiskosten uit hun eigen zak betalen. Dat terwijl de NPO 960 miljoen subsidie per jaar krijgt. Dus het wordt allemaal gedaan met een budget van 0,0. Dat, om dat gezegd hebben we. En dus los van het feit dat we 0,0 subsidie of budget hebben. Wordt het programma ook nog eens keer gemaakt door mensen die dus niet specifiek opgeleid zijn als editor of techniek of cameraman of geluidsman. Dus ik hoop dat u daar rekening mee houdt als u ons daarop beoordeelt. Het is met name een verzoek ook van de mensen die hier zich voor inzetten. Tuurlijk, zo is het ook. Oké, nou jongens, dan gaan we er dus nu een einde aan breien. Voor de rest van de week kunt u natuurlijk terecht voor het echte nieuws, als u het aan kan. Op Volksnieuws Amsterdam Noir. U kunt meetwitteren tegen de stroom in met de Twitter van Steve Brown. Wilt u echte, ongesubsidieerde, objectieve, dikkelharde topreportages zien op YouTube? Kijk naar YouTube-kanaal Steve Brown. Het is allemaal Steve Brown. Ja, allemaal Steve Brown. Maar u kunt ook terecht op de Facebook van Joke. Is ook helemaal top. Facebook van The Godmother. Zoveel complimentjes krijg ik op mijn Facebook voor dit programma. Ongelooflijk. Ja? Ja, echt. Ken je daar echt van? Ja. En jij, heb jij al reacties op Facebook van dit programma? Ja, natuurlijk. Ook leuke reacties? Ja, natuurlijk. Heel leuk. En jij? Ik heb ook veel reacties. Toch ja, wel? Toch, ja. Hè? Ja. Heel leuk. Toch wel, ja. Oké, mensen. Zorg dat u op de stem van de straat klikt. Oké, mensen. Stem. Stem op de stem van de straatpartij. Dan bent u niet te laat en dan houdt u de centjes in uw portemonnee. Yes. Tot de volgende keer. Toi. Laat ze maar gaan.